Hallo iedereen. Ik dacht, ik ga eens wat kaarten trekken om te weten wat er gaande is in het collectief. En ik vond de boodschap zo mooi dat ik dacht, ik ga die opnemen. Het eerste die eigenlijk uitkwam was de Three of Wands met Lack of Foresight. Je ziet daar ook de zon, het teken van Ram. En niet zo lang geleden was er ook een of andere maan in Ram, dacht ik. Dus daar is eigenlijk alles een beetje begonnen. In die zin dat mensen de verbinding met hun passie en hun vuur, dus wands is bijvoorbeeld met elementen vuur, dat die het wat kwijtraken. En dan onmiddellijk daarna kreeg ik ook dan de zon met Radiant Energy, de Three of Cups met Time to Celebrate en de Knight of Wands met Carpe Diem. Dus dat heeft er ook voor gezorgd dat ik eigenlijk wat extra uitleg gevraagd heb dan specifiek mijn bedoeling ook voor deze video. Dus de lack of foresight, hoe zijn we daartoe gekomen? Omdat we eigenlijk over en over altijd maar onze aandacht, daarom vandaar de zon, gericht hebben op het materie. Coins is het fysieke geld, alles die met materie te maken heeft. En je ziet ook het teken van maagd. Dus maagd is ook heel gestructureerd, heel nauwgezet. Je ziet ook die werker hier, is ook heel nauwgezet, hè. Maar we zijn eigenlijk een stukje toegewijd, een stukje te veel gedreven geweest. En onze aandacht en onze focus op de verkeerde dingen gericht. Vandaar ook dat we die extra kaart erbij kregen, de Hermit, die ook een maagdkaart is. En die spreekt van spirituele mastery, dus van meesterschap. En dus hetgeen, waarom zitten we, of wat is er gaande in het collectief? En daar heb ik ook dat e-book over geschreven, Integratie van het Eenheidsbewustzijn. Omdat we eigenlijk vooruit willen kijken, maar we kijken naar de verkeerde dingen. En we moeten eigenlijk naar binnen gaan. We moeten eigenlijk, je ziet ook die drie kaarsen, dat doet mij denken aan de drie van wanten. En wellicht hier de drie van wanten. Dus dat is het probleem. Dat is hoe dat we er hier in deze situatie terechtkomen, waardoor dat we nu het gevoel hebben, ja, er is geen vooruitgang, er is geen weg vooruit. Maar er is er wel, want wat is het advies? Advies is van de zon. Dat zie je, dat is ook het teken van Noordnode. Dus Noordnode is hetgeen waar dat we naartoe moeten gaan, de lessen die we nu te leren hebben. En wat hebben we te leren om zicht te houden op de zon, zicht te houden op positieve, ondanks wat dat er in onze realiteit wordt weerspiegeld. En hoe doen we dat? Door gewoon te focussen op de leuke dingen. Om al te vieren wat dat er allemaal goed geweest is. Om te verbinden met familie en vrienden. Als dat hetgeen is dat je vervulling brengt. En dan uiteindelijk zelf ook die Knight of Swords. Heeft te maken met het spreken. Dus met gedachten. En daarin heel zuiver je gedachten kiezen. Het is ook mooi dat je hier een paard hebt en dat je hier ook een paard hebt. Want paarden zijn ook tekenen van vrijheid. Dus je hebt de vrijheid en de verantwoordelijkheid om heel bewust zelf je gedachten te kiezen. Daarom is het ook een knight, hè? Een ridder die nog aan het leren is. Ook mooi om te zien dat het net ook twee vrouwen zijn die op die paarden zitten. Dus dat zijn ook via de vrouwelijke energie, de geheelde vrouwelijke energie, dat we meer balans gaan bereiken. En dat is hetgeen dat je hier ook ziet. Temperance, de perfecte balans tussen emoties en gedachten, tussen hoofd en hart, tussen materie en de geest. En hoe meer, ik probeer het kaartje te pakken, en hoe meer je focust op die eenheid die er al is, en die mannelijke energie, want je ziet hier het teken van Venus ook, en de ram is dan weer het vuur, dus hoe meer dat je dat teken, die eenheid, en daarop focust op die eenheid, hoe meer dat het zich ook gaat gaan tonen in jouw realiteit. Ik weet niet of je het gehoord hebt, maar de poes die op de achtergrond aan het slapen is, wacht, zal het eens tonen, daar, voilà, heeft het ook bevestigd door te miauwen daarnet. Voilà, ik hoop dat het jullie alvast wat geholpen heeft. Wil je meer weten over bijvoorbeeld ook die tekens op de kaarten, hoe je het tarot ook kan gaan gebruiken en zo meer, dan kan je eigenlijk de cursus manifesteren met de elementen gaan aanschaffen. Via de linkjes in de bio. Hij ligt hier ook nog naast mij. Voilà. Omdat ik hem ook opnieuw aan het herlezen ben. En voor mezelf ook weer dingen aan het heropfrissen ben. Om te gaan gebruiken om uiteindelijk tot die Four of Wands en die eenheid op elk vlak te komen. Zo, dat was het voor deze video. Ik wens je vast een fantastisch weekend en tot in de volgende.